Vink, shift je af. Rood Porsche. Hey. Vitus. We zijn hier op een prachtige Bornea. Een gebied met grote hoge stuifheuvels, met prachtige jeneverbessen en monumentale vliegdennen. Nog geen 50 jaar geleden was dit een open stuifzaltlandschap met op de stuif duinen enkele grove dennen. Deze grove dennen waren breed vertakt, zogenaamde vliegdennen. De nakomelingen van deze vliegdennen zijn jonge rechte bomen en die groeien zo hard dat ze nu de oude vliegdennen hebben bedreigen in hun voortbestaan. Dat geldt ook voor de paar jeneverbessen die hier nog over zijn. Een van de redenen waarom we dit project zo graag willen uitvoeren is omdat hier nog een 20-tal jeneverbessen staan. Een zeldzame soort in de provincie Utrecht. Hier achter me staat een prachtig exemplaar. Die soort is afhankelijk van licht en die komt voor in een landschap met kaal zand waar ze in kunnen ontkiemen. Nou, dat is hier niet meer en door de schaduw die door de jonge bomen is geworpen zijn ook een aantal jeneverbessen gestorven. Deze prachtige monumentale vliegtuin willen we graag vrijzetten. Daarom moet het jonge bos wat er omheen staat worden weggehaald zodat de vliegtuin kan blijven groeien. We willen het open houden, dus het mag niet opnieuw dichtgroeien met bos. En dat mag ook niet opnieuw dichtgroeien met grassen zoals de bochtige smeden die hier nou heel veel staat. Om dat te bereiken willen we hier gaan begrazen met schapen. We plaatsen een raster rondom het gebied en laten hier de koppels van de 40 à 50 schapen in het gebied grazen. Zodat zij ervoor zorgen dat het in stand blijft. Nou, wat de schapen hier gaan doen is de opslag opeten, zoals van deze prunes. En ze grazen gras en mos weg, zodat de kaalzand in stand gehouden wordt. Het hele gebied is 70 hectare groot. Dat blijft voor een groot deel het bos bestaan. Maar over 13,5 hectare wordt het bos omgevormd naar open ruimte. Waarbij alleen de vliegdennen en de jeneverbessen worden gespaard. En tegelijkertijd herstel je het oude landschap zoals die vroeger was. Waarbij dus de enorm hoge stuifheuvels, stuifduinen, het zijn de hoogste van de provincie Utrecht, weer zichtbaar worden. Dat echt het oude landschap, dat een prachtig beeld moet zijn geweest, dat krijg je gewoon helemaal weer terug. Het zou geweldig zijn als u wilt bijdragen aan het onderhoud van dit schitterende landschap. Thank you.